Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die van geslacht op geslacht trouw blijft en het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Er wordt nu voor ons gezongen vanuit de 84ste psalm en we zingen dat zelf ook mee in ons hart. Een psalm van verlangen naar de ontmoeting met de Heere God in zijn huis, de tempel, de kerk. Psalm 84 en daarvan het eerste en het tweede couplet. Thank you.
We gaan samen luisteren, gemeente, naar het gebod van God zoals dat tot ons komt vanuit Exodus 20 en vanuit het evangelie van Matthäus, de bergreden, daarvan het vijfde hoofdstuk. En daarna zingen wij met elkaar als lied van verootmoediging en schuldbelijdenis vanuit de 51ste psalm en daarvan het vierde vers. Het gaat daar, jongens en meisjes, over hyssop. Wat is dat precies? Hyssop, dat is een plant in Israël, in het Midden-Oosten. En in Israël doopte die men in het bloed van een offerdier. En toen het volk Israël vanuit Egypte vertrok, toen smeerde men dat bloed aan de deurposten van het huis, zodat de engel zou langsgaan en de eerstgeboren in dat huis niet zou doden. Dus die hyssop heeft alles te maken met bloed. En dat bloed staat voor reiniging, voor ontzondiging, voor voorbijgang. En daar zingen we over vanuit de 51ste psalm en daarvan het vierde vers. De Heere God sprak tot Israël en hij spreekt ook vanmorgen tot ons, de gemeente van Christus. Ik ben de Heere uw God, die u vanuit het land Egypte, vanuit het slavenhuis hebben uitgeleid. En dat is de reden dat u geen andere goden voor mijn aangezicht zult hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is. Of wat beneden op de aarde is. Of wat in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van het die bij je haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, apart zet van de andere dagen. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag, dat is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw stadspoorten is. Waarom geeft de Heere dit gebod wel? In zes dagen heeft hij de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, maar hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en zette die apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden als volgt samengevat, of laat ik het zo zeggen, extra aangezet en verscherpt. En we lezen dat ook met het oog op de thematiek van de preek straks. De Heer Jezus zegt in Matthäus 5, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Wees u dan volmaakt, zoals uw vader die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover de lezing van het gebod van God.
Zullen we nu met elkaar gemeente een zegen gaan vragen over deze dienst? Laten wij met elkaar gaan bidden. God en machtige God in de hemel, we zeggen u daarom hartelijk dank dat u ons ook vanmorgen hier naartoe geroepen hebt om fysiek in deze kerkdienst aanwezig te zijn. Of anders op deze dienst afgestemd te zijn via beeld en via techniek. U hebt ons deze nieuwe week geschonken, deze eerste dag van de week. Als een herinnering aan de opstanding van Christus vanuit de doden. Als een nieuw begin, als een verzoening van al onze zonden, als een vernieuwing van ons leven. En wat is het goed om juist op deze dag, op deze zondag dan, als gemeente samen te komen, rondom de verkondiging van uw woord. Heere God, u kent ons heel persoonlijk, hoofd voor hoofd en hart voor hart. U kent onze omstandigheden. U kent onze geschiedenis en weet ook hoe het is met ons nu we hier op deze dienst zijn afgestemd. U weet ook hoe de week was die achter ons ligt. Een week waarin we kracht kregen om ons werk te doen, naar school te gaan, de anderen te dienen met de liefde die u ons gegeven hebt. Of dat er een week achter ons ligt vol van zorg, van angst of van ruzie, van conflict. Als we tot u komen in het gebed, Heere, dan doen we dat ook als zondige en als gebroken mensen. Wat misschien niemand van ons weet, dat weet u wel. En voor u hoeven we ook geen verstoppertje te spelen. U zegt het vanmorgen heel eerlijk tegen ons. Zeg maar wat er in je hart is. Zeg maar wat er niet in je hart is. Heere God, geef dat we zo vanmorgen heel eerlijk voor u zullen zeggen wat er in ons hart is. Aan goede dingen. Als het gaat om de liefde voor u, het verlangen naar u. En ook als het gaat om verkeerde dingen. Als het gaat om de afstand tot u. Als het gaat om de afstand tot onze naasten. We hebben vanmorgen ook uw woorden, uw geboden gehoord. En u zette daarmee ons voor de spiegel. U liet ons in de spiegel kijken hoe het u heel persoonlijk met ons leven is gesteld. En dat we daarvoor niet zijn teruggeschrokken, bij de spiegel vandaan zijn gelopen, maar eerlijk hebben willen kijken. Zodat we ook ontdekt hebben wat er niet goed is in ons leven. Zodat we het ook konden zingen met Psalm 51, ontzondig ons met hyssop. En onze ziel, nu gans bij laatst van zonde, zal een zijn en genezen. Want Heere God, u stelt ons vanmorgen voor de spiegel. Maar als we onze schuld belijden, dan zegt u ook tegen ons, ik spreek je vrij. Ik veroordeel je niet. Ik schenk je vergeving van al je zonden. Geef dat we zo vanmorgen vanuit die vrijspraak en vanuit die vergeving uw woord mogen horen. Geef ons kracht om dat woord van u te verkondigen en help ons ook om dat woord van u te begrijpen. Om dat ook toe te passen in ons persoonlijke leven. Zegent u ons hier in de kerk en zegent u ons als we thuis meeluisteren. Helpt u ieder die een taak heeft. De koster, de organist, de mensen van de techniek, de broeders die mogen dienen. En geef dat in deze dienst de verwondering over uw genade en over uw vergeving centraal mag staan. Juist ook op deze vijfde Lijdenszondag. Geef dat we mogen zien op Christus, op wat hij heeft volbracht aan het kruis. Hoor zo ons gebed. Geef ons de rust en schenk ons de concentratie om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Om Christus wil. Amen. We lezen met elkaar gebeten vanuit het evangelie van Johannes en daarvan het achtste hoofdstuk.
Ik zag dat uw eigen predikant bezig was met het evangelie van Matthäus, de lijdenshoofdstukken aan het slot. En ik dacht, ik doe gewoon vanuit het Johannes evangelie, waar ik zelf mee bezig ben in Garderen, daar volk het Johannes evangelie van Advent tot en met Pasen, hopelijk. En ik wilde graag vanmorgen het woord van God verkondigen vanuit Johannes 8. Dat is niet direct vanuit de lijdenshoofdstukken aan het einde van het evangelie. Maar we zullen merken dat ook in dit gedeelte dat lijden en sterven van Christus al volop aan het licht komt. Johannes 8 gaan we met elkaar lezen vanaf het eerste tot en met het elfde vers. Het is een direct vervolg op Johannes 7. Daar gaat het over het loofhuttefeest. En dan gebeurt er het volgende. Jezus ging echter naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en onderwees hen. De schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. Toen ze hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen ze dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg, de een na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op. Toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? Ze zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover gemeente de lezing van het woord van God. Zalig zijn alle die dit woord van God horen en dat ook geloven met heel hun hart. Halleluja. Er zijn nog de volgende afkondigingen voor u en voor jou. Voor de dienst die om 11 uur begint, wordt groep 3 uitgenodigd. En voor de avonddienst die om 6:30 begint, wordt groep 4 uitgenodigd. Komende zondag, 21 maart, wordt voor de dienst die om 9:00 begint, groep 5 uitgenodigd. En voor de dienst die om 11:00 begint, groep 6 en 's avonds groep 7. Voor gegevens over de groepsamenstelling en nadere informatie verwijzen we u naar de Veluwse kerkbode, de kerkbrief of naar de website van onze gemeente. Deze week worden de catechisaties weer hervat. Op de volgende tijden worden de jongeren verwacht om 6:00 tot 6:45 de 12- en 13-jarigen. Van 6:45 tot 7:30 de 14- en 15-jarigen. En van 7:30 tot 8:15 de 16- en 17-jarigen. Alles deo volente. Als het gaat om de collecte, is de eerste collecte bestemd voor het werk van de diaconie, met bestemming deelgenoten voor het werk van Willem en Johanne Volmer in Congo. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde collecte is bestemd voor het bouwfonds, de renovatie van de pastorie. Alle collecten van harte in uw en jouw wildadigheid aanbevolen. De biddagcollecte van afgelopen woensdag heeft tot op dit moment het mooie bedrag van 5551 euro opgebracht. De kerkraad, het college van kerkrentmeesters zeggen nu naast de grote geven van alle goed, de heren, hartelijk dank daarvoor. Tot zover gemeente de afkondigingen voor vanmorgen. We gaan nu met elkaar zingen in ons hart en er wordt voor ons gezongen vanuit de 139ste psalm. Opnieuw is dat een psalm van verootmoediging, van ontdekking, van ontgronding. Psalm 139 en daarvan het eerste en het 14e couplet. MUZIEK
Jongens en meisjes, het thema van vanmorgen is: ga eens voor de spiegel staan. Ga eens voor de spiegel staan. Nou, dat doe je denk ik allemaal. 'S morgens als je wakker wordt, je hebt gegeten en je gaat naar school, dan poets je je tanden en dan kam je je haar. Dan kijk je natuurlijk even in de spiegel of je er heel netjes uitziet om naar school te kunnen. Belangrijk om voor de spiegel te gaan staan. Een spiegel heb je nodig om dingen goed te kunnen zien. Nou, zo is het ook vaak dat wij naar andere mensen heel goed kunnen kijken om te zien of ze iets wel of niet goed doen. En dan zien we het vaak bij andere mensen beter wat ze niet goed doen dan wat we zelf niet goed doen. En bijvoorbeeld dat jij heel goed let op je broertje of zusje, op wat hij of zij doet. En dan zeg je bijvoorbeeld: mama, Marco heeft stiekem een snoepje gepakt uit de pot. Ja, zelf doe je dat ook wel eens. Maar dan denk je nou even niet aan. Nu zeg je het even van je broertje of je zusje die dat doet. Nou, zo kan je soms te veel gericht zijn op wat anderen doen, waardoor je niet kijkt naar jezelf. En in de geschiedenis van vanmorgen gaat het ook over mensen die niet eerst naar zichzelf kijken in de spiegel, maar eerst kijken naar anderen. Nou, daar horen we meer over. Straks na de verkondiging, gemeente, wordt er voor ons gezongen vanuit de 32e psalm en daarvan het eerste vers. Dat staat aan op de preek, psalm 32. Daarvan het eerste vers: welzalig hij of zij, wiens zonden zijn vergeven. En let dan ook op het slot van dit couplet, waar het gaat over een vroom en ongeveinsd gemoed die anders gaat leven en anders gaat handelen als je leeft vanuit de vergeving van de zonde. Psalm 32 en daarvan het eerste vers. De tekst voor de preek, die vinden u in Johannes 8, daarvan vers 6b en vers 7, waar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. Toen zij, de Joodse leiders, hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Zo over de lezing van de tekst. Het thema van de preek is dus: ga eens voor de spiegel staan. En drie gedachten om de preek beter te kunnen onthouden. Allereerst zien we hoe Jezus voor het blok wordt gezet. Vervolgens hoe de Joodse leiders worden aangeklaagd. En ten derde hoe de vrouw vrij uitgaat. Dus het thema van de preek is: ga eens voor de spiegel staan. We zien hoe Jezus voor het blok wordt gezet. Hoe de Joodse leiders worden aangeklaagd. En ten derde hoe de vrouw vrij uitgaat. Gemeente van Christus, als kerk worstelen we met een imagoprobleem. Veel mensen hebben als beeld van de kerk dat ze bekrompen is en liefdeloos als het gaat om de levensstijl van haar leden. Bekrompen, zegt iemand, dat je op zondag niet naar een voetbalwedstrijd gaat. Liefdeloos, zegt een ander, hoe ze in de kerk over elkaar oordelen en over andere mensen oordelen. Iemand die dronken is, wordt daarop aangesproken. Als je niet geregeld in de kerk komt, dan kun je een vraag daarover verwachten. Nou, de reactie van een groepje schriftgeleerde fariseeën in Johannes 8, dat past precies in dat beeld wat mensen hebben van de kerk. Wat is de situatie? Wel, de Heer Jezus die is in Jeruzalem in Johannes 8. Het is feest in de stad, jongens en meisjes. Het is een feest, het loofhuttenfeest. Dat wordt gevierd door de ouders en door de kinderen en door de jongeren. Zo lezen we dat in hoofdstuk 7, vers 2 en vers 32. Het loofhuttenfeest. En dat was niet zomaar een dag, dat loofhuttenfeest, maar het was een hele volle week. 7 dagen lang vieren met het loofhuttenfeest. Weten jullie, jongens en meisjes, hoe ze dat feest vierden, dat loofhuttenfeest? Nou, misschien heb je wel eens gekampeerd in de vakantie, hè? Dan sliep je in een grote bungalowtent of je had een eigen kleine tent.
Nou, dat deed Israël. Een week lang kampeerden ze in een soort tentjes naast hun huizen. En die tentjes werden loofhutten genoemd. Dat wil zeggen, hutten gemaakt van de takken en de bladeren van bomen. Waarom vierde men dat loofhuttenfeest? Nou, omdat het volk is al heel lang geleden 40 jaar lang in tenten had gekampeerd. 40 jaar lang in tenten had gewoond tijdens de doortocht door de woestijn. Tijdens het loofhuttenfeest dachten de mensen daaraan terug. Tegelijk was het loofhuttenfeest ook een dankfeest voor de wijnoogst. Wel, tijdens dat loofhuttenfeest geeft de Heer Jezus onderwijs in de tempel over het Koninkrijk van God. En aan het begin van Johannes 8 is het nog vroeg in de morgenstaten. De Heer Jezus die is teruggekomen van de Olijfberg, waar hij de nacht heeft doorgebracht in gebed tot God, zoals hij dat veel vaker deed. En opnieuw geeft hij dan in de tempel onderwijs aan de mensen. Maar dan wordt de rust plotseling verstoord. Want jongens en meisjes, enkele fariseeën en schriftgeleerden, de leiders in de kerk van die tijd, die dringen zich tussen de mensen die om Jezus heen staan door naar voren. En als je eens goed kijkt, dan zie je dat ze een vrouw bij zich hebben, deze mannen. Een vrouw hebben ze en ze plaatsen haar vlak voor Jezus. Ze is op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. Notabene nog wel door de fariseeën en schriftgeleerden. De uitleggers, de verdedigers van de wet. Nou, letterlijk zagen zij erop toe dat Gods geboden werden nageleefd. En geen titel of jota lieten ze vallen. En geen enkele zonde zagen ze door de vingers. Laat staan hun grove zonde als een overspel, als vreemd gaan. Hoewel deze vrouw getrouwd is, zo blijkt uit het woord wat hier gebruikt wordt, heeft ze toch met een andere man het bed gedeeld. Juist op het feest van loofhutten, want het is bekend dat op dat feest veel werd gedronken. Het was het feest van de wijnoogst, zei ik ook. Er werd veel gedronken en het gevolg daarvan was dat er regelmatig uitspattingen waren. Zo is ook deze vrouw bij haar uitspatting opgepakt. Je vraagt je trouwens wel af waar de man gebleven is, hè, in onze geschiedenis. Hebben ze hem laten gaan? Wordt zijn fout in deze mannenmaatschappij door de vingers gezien? Was hij wellicht bevriend met de leiders van de kerk? In elk geval, gemeente, komt het de fariseeën en schriftgeleerden goed uit dat ze deze vrouw gevonden hebben. Want ze kunnen haar goed gebruiken voor haar eigen doeleinden. Het is dus geen liefde voor de vrouw die deze mannen drijft, hè? Het is ook geen liefde voor God. Ook geen liefde voor de wetten van Mozes. Nee, het is haat tegen Jezus die hen drijft. Vers 6 zegt dat ze Jezus willen verzoeken. Dat wil zeggen, ze willen proberen iets te vinden om hem te kunnen vastzetten en beschuldigen. En dat doen ze ook. Want ze zetten in vers 4 Jezus met een gemene strikvraag voor het blok. Ze zeggen, Rabbi, deze vrouw hier voor u is betrapt op overspel. We hebben haar vanmorgen bij een andere man in bed aangetroffen. En nu moeten we haar volgens de wetten van Mozes stenigen. Wat vindt u? Ja, zeg, je klinkt hier niet die bekrompen en liefdeloze moraal die buitenstaanders ook in de kerk denken te horen. Zie het begin van de preek. Een harde beschuldiging, zie je wel, in naam van het geloof. Een veroordeling met een beroep op de wetten van de Bijbel. Ja, wat volgens de wet van Mozes, gemeente, moet iemand die overspel heeft gepleegd worden gestenigd. Dat zegt Leviticus 20, Deuteronomium 22. Dat gold dan zowel voor de man als voor de vrouw die bij dat overspel betrokken waren. Merkt u hoe ze proberen een wicht te drijven tussen Mozes aan de ene kant en Jezus aan de andere kant? Want wat moet Jezus nu doen?
zeggen dat de vrouw niet gestenigd mag worden, dat brengt hem in conflict met Mozes. Dat ondergaat zijn eigen positie. Want waarom beroept hij zich dan bij zijn onderwijs in de tempel telkens op de wetten van Mozes? Zoals we het straks hoorden, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om de wet te vervullen. Dus als de vrouw niet gestenigd mag worden, dan ondergaat hij zijn eigen onderwijs en positie. Maar twee, aan de andere kant, als hij Mozes nu gelijk geeft en zegt dat de vrouw gestenigd moet worden, dan maakt hij zijn eigen missie kapot. Want Jezus had de naam een vriend van tollenaars en zondaars te zijn. Een tollenaar, jongens en meisjes, zat ook onder zijn discipelen, Matthäus. En een zondares had hij zijn voeten laten zalven in Lucas 7. Dus gebeurt de hand, heeft Jezus de wetten van Mozes, die hij zegt te vervullen. Dan komen de krassen op zijn barmhartigheid en liefde. Aan de andere kant gaat hij deze vrouw behandelen met zachtheid. Dan hebben de Joodse leiders een gegronde aanklacht voor de Hoge Raad, voor de Joodse rechtbank. En kunnen ze zeggen, die Jezus van Nazareth, die haalt het volk bij de wet van Mozes weg. Jezus moet kiezen. Of de lijn van de liefde en de barmhartigheid, of de lijn van de wet van Mozes. Want moet hun haat tegen Jezus, gemeente, ontzaglijk groot zijn als ze Jezus voor het blok zetten. Het wordt hoog tijd dat we op Jezus zelf gaan letten. Hoe hij de aanklagers in de beklaagde bank zet, onze tweede gedachte. Want het onderwijs van Jezus is dus nu gelijk abrupt afgebroken door deze kwestie, hè? Voor hem zie je die vrouw staan. Heel klein, schuw en kwetsbaar. Omgeven door haar beschuldigers en het volk. Nou jongens en meisjes, ik neem aan dat ze wel door de grond had willen zakken. En reken maar dat het daar angstig stil geworden is op het tempelplein. Want wat gaat de Heer Jezus nou zeggen? Wat gaat hij antwoorden? Nou, voorlopig gemeente zegt hij nog niets. Hij bukt zich. Hij schrijft met zijn vinger in de aarde, in het zand. Het zand dat op de vloer van de tempel ligt. Vers 6. Wat zou die geschreven hebben, denk je? Nou, gebeurt er daarover verschillende uitleggers van mening. Er is een groep uitleggers die zegt, dat woordje voor schrijven in vers 6... Dat betekent in het Grieks ook tekenen. Wel zegt die groep uitleggers, Jezus zou daarom demonstratief wat lijnen getekend hebben in het zand. En zo hebben laten voelen dat hij geen antwoord wil geven. Dat hij afstand deed van deze vraagstelling. Omdat hij niet gekomen is om antwoorden te geven op strikvragen, maar op levensvragen te beantwoorden. Je zou Jezus tekenen in het zand. Nou, misschien kunnen we vergelijken, jongens en meisjes, met wat wij ook wel eens doen. Tijdens een saaie vergadering of les op school. Als je het niet zo boeiend vindt wat de meester of juffrouw vertelt, dan ga je uit verveling maar wat op een papiertje tekenen. Of bij een saaie vergadering teken je wat poppetjes. Nou, zeggen deze groepen uitleggen, zo doet Jezus net. Alsof deze hele kwestie hem niet interesseert. Want hij weet van de list, hij weet van de haat in het hart van de Joodse leiders. En hij tekent in het zand en hij leidt zo de aandacht af van de vrouw. Ja, toch gebeurt, hoe aansprekend deze uitleg ook is, ze bevredigt mij niet echt. En ik kies dan ook voor een andere uitleg. Er zijn namelijk ook uitleggers die wijzen naar Jeremia 17... Vers 13, Jeremia 17, vers 13. En als je een Bijbeltje hebt, dan zou ik zeggen, lees dat maar even mee. Jeremia 17, vers 13. Daar zegt de Heere God tegen zijn volk, wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde geschreven worden. Want ze hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten.
Gemeente, als dat het geval is, dan zegt Jezus dus tegen deze Joodse leiders, fariseeën, schriftgeleerden, jullie hebben God als de bron van leven het water verlaten. En daarom heb ik jullie namen één voor één in het zand geschreven. En wat in het zand geschreven wordt, wordt ook weer heel snel uitgewist. Want jongens en meisjes, als je op het strand bent, als je op vakantie bent of als je een dag naar het strand gaat, dan zul je allemaal wel eens geprobeerd hebben om de letters van je naam in het zand te schrijven. Hè? Zo schrijf je je naam op. Elise, Marco, met een stok schrijf je dat in het zand. Maar als het dan vloed wordt, als het water stijgt, ja, dan wordt je naam weer weggespoeld. Nou, zegt Jezus tegen die fariseeën en schriftgeleerden, jullie lijken heel wat in je vroomheid. Maar je stelt net zoveel voor als een in het zand geschreven naam, totaal niets. Als de wind eroverheen gaat, wordt het weer helemaal uitgewist. Aangrijpend, gemeente, vindt u niet? Dat Jezus dit wil zeggen, en geloof maar gerust, dat die fariseeën en schriftgeleerden dat ook direct begrepen hebben. Want ze kenden de schrift op hun broekzak. En toch blijven de fariseeën en schriftgeleerden, zegt onze tekst, vers 7, op een expliciet antwoord aandringen. Nou, gemeente, dat krijgen ze ook. Ze krijgen een verrassend antwoord. Ik zou willen zeggen, ze krijgen een geniaal antwoord van Jezus. Want Jezus richt zich op van zijn geschrijf in het zand. En hij zegt in onze tekst, vers 7, wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Ja, gebeten dan antwoordt de Heer Jezus hier met deze woorden, met een woord vanuit de wet, Deuteronomium 17, vers 7. Daar staat dit geschreven. Want volgens de wet van Mozes was het namelijk zo, dat de eerste stenen bij een steniging door de ooggetuigen moesten worden gegooid. En dus als jij iets had gezien wat niet goed was, in het geval hier overspel, dan moest jij dus de eerste stenen gooien. En daarbij wordt duidelijk dat Heere God dat getuigen dus heel serieus neemt. Hè? Want je kan heel makkelijk iemand met woorden beschuldigen, maar dan moet je er ook wel voor staan. Dus dat zorgde er ook wel voor dat het niet te gauw gebeurde. Want als je het met woorden deed, dan moest je vervolgens ook met daden straffen. En in dit geval moeten dus de fariseeën en schriftgeleerden straffen. Zij zijn de getuigen. Zij hebben deze vrouw op heterdaad betrapt. En door deze woorden te zeggen, zegt de Heer Jezus tegen hen, wie denken jullie eigenlijk dat je bent om dit vonnis te gaan uitvoeren? Ga eens voor de spiegel staan. Dat is het thema van morgen. Ga eens voor de spiegel staan. Fariseeën en schriftgeleerden, jullie ontdekken de splinter in het oog van je naaste. Maar je ziet niet de balk in je eigen oog. Bergreden, Matthäus 7. Wie zonder zonde is, laat die als eerste de steen werpen. Nee, gebeten, die uitspraak betekent niet dat je pas een oordeel mag uitspreken als je zelf zonder zonden bent. Dat is geen mens. Daar zouden er ook geen rechtbanken hoeven te bestaan op deze wereld. Gelukkig zijn er wel rechtbanken om het onrecht en het kwade te straffen. Maar hier gaat het over het veroordelen van een vrouw door mensen die daartoe niet bevoegd waren. Die niet de juiste bedoeling ermee hadden. Die geen liefde voor de vrouw of de wet hadden, maar die Jezus wilden beschuldigen. Geloof maar, gebeten, dat daarom die woorden van Jezus heel hard zijn aangekomen. Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Dat antwoord hadden de Joodse leiders beslist niet verwacht. Daar hadden ze niet op gerekend. Want nou worden de aanklagers zelf in de beklaagde bank gezet. Nou worden de rollen omgekeerd. En gebeten, die kerkleiders in Jeruzalem worden op één en dezelfde lijn geplaatst met deze overspelige vrouw.
En wij vanmorgen met hen, als je hier zit of meekijkt. Meeluisteren, want misschien ben je wel iemand, gemeente, die heel snel de vinger beschuldigend naar een ander kan uitsteken. Je hebt je oordeel over een ander soms al heel snel klaar. En wellicht aarzel je niet om daar ook nog God en de Heer Jezus bij te halen. Om er een beetje kracht bij te zetten. Want wat kunnen wij mensen soms heel snel en makkelijk en hard veroordelen. Ze moesten die mensen. We leven vandaag in een afrekencultuur. Ja, omdat het geloof in de Heer God, die zal afrekenen. Die zal oordelen, zal recht doen. In onze cultuur verdwenen is. Is het gevolg geweest dat wij zelf maar alvast gaan afrekenen en oordelen. Gebeurt volop in onze samenleving. Het is gewoon bizar wat je er allemaal over hoort en leest. Wij veroordelen politici, ministers, relschoppers. Dan zeggen mensen vanuit christelijke kring hangen moeten ze in de hoogste boom. Ja. En denk je dan dat je er zelf zonder kleerscheuren vanaf komt door te wijzen naar anderen? Laat ik het al vanmorgen gebeten ook maar heel concreet toespitsen. Op dat zevende gebod waar het hier in Johannes 8 over gaat. Wij hebben dat zevende gebod er vaak wat uitgelicht. Ten koste van de andere geboden. En we veroordeelden mensen die vreemd gingen of gingen scheiden. Die zwanger werden voor het huwelijk of gingen samenwonen. Supersnel hadden we ons oordeel klaar. En de Heer Jezus zegt vanmorgen tegen ons. Kijk nou eens zelf in de spiegel. Kijk nou eens zelf in de spiegel. Wie van jou en u gaat nou vrij uit? Als dat gaat om het houden van de geboden van God. En als je nog nooit gezondigd hebt tegen het zevende gebod, dan mag je nu naar voren komen. Ja, zegt iemand, dat durf ik wel hoor, want ik ben nooit te ver gegaan met een andere man of een andere vrouw. Ja, maar Jezus vraagt vanmorgen niet, gemeente, of je ooit op heterdaad betrapt bent zoals deze vrouw. Hij wil ook weten of je overspel gepleegd hebt met je woorden, met je gedachten. Want de Heere God let niet alleen maar op onze daden, op wat we doen, maar ook op onze woorden en gedachten en fantasieën en gevoelens. Lees de bergreden maar. We lazen het straks bij de wet. Als je met begerige ogen kijkt naar de vrouw van je naaste, dan heb je in je hart al een overspel met haar gepleegd. Heere God, vraag dus gebeten vanmorgen aan u en jou. Of je nooit verkeerde gedachten gehad hebt. Toen je een mooie vrouw of een aantrekkelijke man zag lopen. Of je nooit zondige verlangens hebt gehad. Toen je op je mobiel of je computer porno keek. Dat is ook overtreding van het zevende gebod. U zegt, wat gaat dat diep en wat gaat dat ver? Jazeker, gemeente. Niets is zo ontdekkend als een ontmoeting met de Heere Jezus. De wet in zijn hand. Die ontmaskert ons vanmorgen. Ga eens voor de spiegel staan, gemeente van Uddel, gemeente van Garderen. En dit was dan nog maar het zevende gebod, gemeente, want er zijn nog 9 andere geboden. Die net zo belangrijk zijn. Laten we alsjeblieft niet het zevende gebod eruit liggen. Lichten en die andere geboden laten liggen. Laten we niet zo hypocriet zijn. Want als we ons leven leggen naast de maatstaf van de geboden van God. Wat komt er dan in ons leven niet aan het licht? Als de eiland die wet in de bergreden nog eens verscherpt, dan zijn we toch helemaal nergens meer. Ja, Jezus zegt niet voor niets in Matthäus 7, oordeel niet, omdat u niet geoordeeld wordt. Want gemeente, God zal ons leven beoordelen met dezelfde maatstaf die wij aanleggen bij andere mensen. Tot nu toe hebben we ontdekt hoe Jezus voor het blok wordt gezet. Hoe vervolgens de Joodse leiders worden aangeklaagd. En nu onze derde
gedacht hoe de vrouw vrij uitgaat. Want als Jezus dat gezegd heeft, wie van u zonder zonde is, laat hij als eerste de steen op haar werpen, schrijft hij weer verder in de aarde, in het zand. En gebeurt als hij verder schrijft, gebeurt er iets opvallends. Zonder dat hij opkijkt, druipen de fariseeën en de schriftgeleerden één voor één af. Ze gaan weg. Te beginnen bij de oudsten, zegt Johannes. Dat wil zeggen, de mensen die geacht werden daar levenservaring de wijste te zijn. Zij vertrekken als eerste. Tot de jongste, tot ze allemaal verdwenen zijn. En waarom, gemeente, verdwijnen ze in stilte? Nou, ze weten zich betrapt. Betrapt in hun haat en liefdeloosheid. En in een eerlijk moment hebben ze zichzelf voor de spiegel zien staan. En hun geweten begon hen aan te klagen. Niet alleen maar deze vrouw, maar wij zijn allemaal schuldig. En niemand van de fariseeën en schriftgeleerden durft dan ook meer als eerste een steen te gooien. Ze vertrekken allemaal. Als alle mannen weg zijn, gemeente, dan blijft de Heer Jezus alleen maar over. Staat er in vers 10. Jezus en de vrouw. Ze blijven alleen over op dat tempelplein in Jeruzalem. Heel opmerkelijk, hè, dat die vrouw is gebleven. Je zou gedacht hebben, had zij er ook niet tussenuit kunnen piepen. Had zij ook niet stilletjes weg kunnen sluipen. Maar zij heeft het niet gedaan. Ze bleef staan, gemeente. Waarom? Nou, omdat ze vastgehouden werd door die bijzondere woorden van Jezus Christus. En daarom staan ze daar nu samen, Jezus, de overspelige vrouw. Augustinus zegt, de misericordia Dei, de barmhartigheid van God, tegenover de overspelige vrouw. Veelzeggend, gemeente, deze twee blijven staan. Jezus, hij is de enige die werkelijk het recht zou kunnen hebben om als eerste nu de steen te gaan gooien. Want gemeente, de Heer Jezus, hij alleen is zonder zonde. En hij mag nu als eerste de steen gaan werpen. Maar hij doet het niet. Hij doet het niet. Gemeente, niet omdat hij de zonde van de vrouw bagatelliseert. Niet omdat hij vindt dat je er niet zo'n probleem van moet maken, maar er is iets anders aan de hand, gemeente. Johannes 3, vers 16, dat kennen we allemaal. Dat is de bekendste Bijbeltekst, hè, jongens en meisjes. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3, vers 16, de bekendste Bijbeltekst. Onderhoud hem, zet hem in je hoofd, bewaar hem in je hart. Maar in Johannes 3, vers 16 volgt er nog een belangrijke tekst, vers 17. Daar staat, God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Kijk, gemeente, dat is hier aan de hand, dat Jezus niet stenigt. Daarin zit een geheim. Het geheim dat de Heer Jezus houdt van zondige mensen. Gemeente, de Heer Jezus houdt van zondige mensen. Dat is het evangelie. De Heer Jezus houdt van mensen zoals u en jij en ik, die de norm niet halen. Hij stelt een simpele vraag. Vers 10, vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? Dan volgen de enige woorden die deze vrouw heeft gesproken in deze geschiedenis. Zij zegt, niemand, heren. Vers 11. En hoor dan wat Jezus zegt. Gemeente, het zijn woorden van bevrijding en liefde. Het zijn woorden van toekomst en van hoop. Hij zegt, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Kijk, gemeente, en dat woord, zou je kunnen zeggen, dat is de climax. Dat is het hoogtepunt van deze korte geschiedenis. Dan veroordeel ik u ook niet. Gemeente, dat wil zeggen, deze vrouw zal niet de doodstraf krijgen die ze verdient.
Nee, de rollen worden opnieuw omgekeerd, Heer Jezus. Hij zal die doodstraf gaan krijgen aan het kruishout van Golgotha. Gemeente, de contouren daarvan, de schaduwen daarvan, zie je al aan het slot van hoofdstuk 8, vers 59. Johannes 8, vers 59, daar staat. Ze namen dan stenen op om ze op hem te werpen. Joodse leiders willen Jezus stenigen, gemeente. En het is een voorspel op wat er straks gaat gebeuren aan het kruishout van Golgotha. De Heere Jezus is hier in Johannes 8 op weg naar Golgotha om daar zelf het oordeel te gaan dragen. En niet alleen het oordeel dat deze vrouw verdiend heeft. Maar gemeente, ook het oordeel dat de fariseeën en schriftgeleerden verdiend hebben. En ook het oordeel dat u en jij en ik verdiend hebben door onze zonden. Christus nam het op zich. Christus droeg het weg. En daarom kan hij tegen deze vrouw zeggen. En daarom kan hij ook vanmorgen tegen ons zeggen. Ik veroordeel jou niet. Ga heen en zondig vanaf nu niet meer. Gebed, dat is het evangelie wat ons vanmorgen verkondigd wordt. Zou ik willen zeggen, dit antwoord van Christus, dat opent de deur naar de vergeving van zonden. Want als Jezus zegt, ik veroordeel je niet, dan wil dat zeggen, deze vrouw spreek ik vrij. Ik verklaar haar rechtvaardig. Ik vergeef haar. Gemeente, als Christus dat zegt, ik veroordeel je niet. Wie heeft dan nog het lef om wel te veroordelen? Paulus zegt later in Romeinen 8. Hij zegt, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En, zegt hij, God is het die rechtvaardig, die vrij spreekt. En wie is het dan nog die veroordeelt? Kijk gemeente, als de Heer Jezus voor je opkomt en je vrij spreekt, dan blijven al je aanklagers nergens meer. Dan mag de wet van Mozes je 1000 keer beschuldigen en de duivel en de stem van je geweten. Maar gemeente, als Christus je vrij spreekt, dan hebben al je aanklagers het nakijken. Dan hebben ze helemaal niets meer te zeggen. Geef ze alsjeblieft dan gemeente ook niet het woord in je leven. Geef Christus het laatste woord in je leven. Zijn vrijspraak, zijn vergeving. Want dat is het evangelie. En zo mag deze vrouw vrij uitgaan. Zo mag deze vrouw gemeente opnieuw beginnen. Zo ongelooflijk bijzonder, hè? Zomaar opeens ontvangt ze een schone lei. Dan vertelt Johannes de evangelist ons trouwens niet of die vrouw op het aanbod van Jezus is ingegaan. Ja, hij kan me nauwelijks iets anders voorstellen. Natuurlijk heeft ze dat gedaan, maar zwart op wit staat het er niet. En misschien gebeten heeft de evangelist Johannes dat wel met opzet gedaan. Om ons duidelijk te maken dat het in deze geschiedenis niet alleen maar om die ene vrouw gaat. Maar dat het in deze geschiedenis om ons allemaal gaat. Gebeten Christus zegt vanmorgen ook tegen jou en tegen mij. Ik ben niet gekomen om je onder het oordeel te brengen. Maar ik ben gekomen om je onder het oordeel vandaan te halen. Ik bied je een schone lei aan. Vergeving van al je zonden. En ik geef je ook een nieuwe start. Zondig vanaf nu niet meer. Dat is de opdracht die deze vrouw meekrijgt. En gebeurt, het is als een indringend appel tot bekering, tot omkeer. Ook voor ons. Want, zegt Bonhoeffer bij onze tekst, Dietrich Bonhoeffer, hij zegt, genade is nooit goedkope genade. Met andere woorden, als je vergeven bent, dan kan je daarna niet zomaar weer makkelijk verder gaan met je leven. Genade is nooit goedkoop. Genade laat een mens nooit hetzelfde, wat gebeurt er, de Heer Jezus houdt van zondaars. Dat is het evangelie. Van harte, Jezus houdt van zondaars.
Maar gebed, hij houdt niet van de zonde. En daarom breek vanmorgen met alles wat niet deugt in je leven. En gebeten, ga alsjeblieft voor de spiegel staan. Niet alleen maar vandaag, maar ook morgen en overmorgen. En als je voor de spiegel staat, kijk dan eerst naar jezelf. Niet eerst naar anderen kijken, jongens en meisjes. Eerst naar jezelf kijken. En dan pas naar anderen. Want gemeente, hier gaat het om. Word ik gedreven door de liefde van Christus? Psalm 32 vers 1 vat het zo samen. Welzalig hij of zij, wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dat is de vrijspraak. Dat is de vergeving. Maar dan vervolgens geweten ook de vernieuwing. Zondig nu niet meer, want zegt ze, die in het vrome en ongeveinst gemoed geen snoot bedrog, maar plank oprechtheid voedt. Amen. Thank you.
onze voorbeelden denken we aan Joël van de Kolk van de Edelkampseweg 46, die in het Gelre ziekenhuis verblijft wegens hersenvliesontsteking. Mevrouw Flink van de Utilogweg 15, die woensdag een darmonderzoek heeft ondergaan en een goede uitslag mocht ontvangen. Mevrouw De Bruin van de Ruitenbeek van het 326, die donderdag een pacemaker heeft gekregen. De ingreep mocht goed slagen. De heer Van Asselt van de Kokshof 27, die deze week belangrijke uitslagen ontvangt. En voor onze oud-predikant dominee Floor uit Barendrecht, die ernstig ziek is. Zullen we met elkaar de Heere danken en bidden. Heere, onze God, we danken u voor het evangelie van morgen. Het evangelie van Golgotha. Het evangelie van de vrijspraak en van de vergeving van onze zonden. Dat al zichtbaar mocht worden in die geschiedenis van Jezus en de overspelige vrouw. En wat een wonder dat u een God bent van vergeving. Dat u houdt van zondige mensen. Dat u houdt van mensen die de norm niet halen. Wat, Heere, dat betekent dat er hoop is. En toekomst ook voor ons, want wij zijn ook mensen die de norm niet halen. Er zijn ook mensen die zondige mensen zijn. Geef ons alstublieft, Heere, dat we zo snel vaak en hard kunnen oordelen over andere mensen die de fout ingaan. Zo snoeihard vaak. Zonder dat we zelf in de spiegel hebben gekeken. En zelf hebben gezien wat er in ons hart, in onze gedachten en gevoelens huist. Geef ons, Heere, onze hardheid. Onze liefdeloosheid. Geef dat we als christenen werkelijk anders zullen zijn. Dat andere mensen van buiten de kerk niet zullen zeggen, daar gaat het zo liefdeloos aan toe in de kerk. Daar weten ze allemaal zo goed hoe het zit. Maar geef dat zij juist zullen zeggen, daar in de kerk, daar weten ze echt wat liefde is. Daar zien ze met elkaar, daar zien ze naar elkaar om in ontferming. In liefde, in barmhartigheid. Heer, geef dat we zo als gemeente met elkaar zullen omgaan. Geef dat we zelf nederig zullen zijn door zelf in de spiegel te kijken. Elke dag weer opnieuw. En help ons zo, Heer, om niet meer te zondigen. Om de zonde niet meer te willen. Want als u ons vanmorgen vrijspreekt, als u ons vanmorgen vergeeft, Heer, dan willen we ook niet meer u verdriet doen. Geef ons dan ook de kracht om heel concreet de komende week tegen het verkeerde en het kwade te strijden. Het komt elke dag op ons af. Elke dag moeten we keuze maken in de omgang met onze collega's, onze vrienden. Als we op onze mobiel zitten of achter de computer zitten. Heer, ons God, geef dat de liefde voor u ons zal vervullen. U die ons zo hebt lief gehad, dat u daar zelf uw eigen leven voor hebt overgehaald. Heer, hoe kostbaar is het kruis van Golgotha? Hoe verandert het ons leven? Geef door de kracht van uw geest dat dat te zien en te merken is in ons leven. Heel persoonlijk. Geef dat het zo te zien is in het leven van ons als gemeente. Wij bidden u, wees u met ieder die uw hulp en bijstand nodig heeft. Het bijzonder bidden wij u voor Joël van de Kolk die in het ziekenhuis verblijft. Heer God, beschermt u zijn jongen en zijn kwetsbare leven. Wilt u laten zien dat u sterker bent dan alle ontstekingen en virussen. We danken u voor het onderzoek wat mevrouw Flink mocht ondergaan. We danken u ook dat de ingreep bij mevrouw De Bruin mocht slagen. Zegen broeder Van Assel dat hij deze week belangrijke uitslagen
zal krijgen. Wij bidden u voor dominee Floor die ernstig ziek is. Geef hem, Heere God, genade om te sterven. Zoals we genade nodig hebben om te leven. Zo hebben we dat ook nodig om te sterven. Ook als predikant. Omdat we ook zondige mensen zijn. Heer ons God, zegent u heel uw kerk in ons land. Geef dat ze krachtig zal zijn vanuit het woord van u. Het evangelie van Christus niet zal verzwijgen. Wij bidden u voor heel uw kerk in deze wereld. Houd haar vast. Houd haar staande. We bidden in het bijzonder voor het werk van Willem en Johanne Volmer in Congo. Geef dat het werk wat zij mogen doen en het evangelie wat in woorden en daden verkondigd wordt, vrucht zal dragen van geloof en van bekering. Zegen uw volk Israël. Geef dat ze Jezus van Nazareth mag zien, dat daar werkelijk de Messias, de Christus van de schriften, is gekomen. En geef zo dat heel Israël behouden zal worden. En de volken rondom haar naar Israël zullen toegaan om te vragen, wie is die God in wie u gelooft? Heer, ons God, zegen ons zo allen. Zegen ons ook als gemeente, als de catechisaties weer mogen beginnen deze week. Als ook kerkraadsvergadering mag zijn. Geef ons wijsheid. Geef ons inzicht om het goede te doen en het goede te zoeken voor elkaar als gemeente. Houd u ons vast in deze tijd. Heer, dat we niet zullen afvallen van u. Dat we niet zullen wegzakken bij u en bij uw woord vandaan. Heer, bewaar ons voor lauwheid en oppervlakkigheid. Maar we willen ons telkens weer volmaken van u en van uw woorden. En zegen zo ook het woord wat vanmorgen verkondigd is. Om Christus wil. Amen. Tot slot wordt er voor ons gezongen vanuit de 103e psalm. De 103e psalm spreekt ook over de vergeving van zonden, wat deze vrouw ook mocht horen. Psalm 103, daarvan het tweede en ook het zesde couplet.
Jij hebt vanmorgen het woord van God gehoord, fysiek hier aanwezig of anders, via beeld en via techniek. Hou dat woord vast in het hart, bewaar het en spreek er vooral over met ieder die de Heer op u en jou wegplaatst. Daartoe ontvangen wij thuis of hier in de kerk de zegen van God. De genade van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. En de liefde van God, onze hemelse Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Die zij en blijven met u en met jou. Allen. Amen.